bewust van dat voeding heel belangrijk voor mij is. Zoals elke sporter is de ideale eiwit-koolhydraatverhouding belangrijk. Ik zit eigenlijk 4 jaar nu 3 maanden per jaar in Rio. En Rio is wel echt opmerkelijk anders dan Nederland. En de warmte zorgt gewoon voor dat je extra vocht moet innemen. Dus ik ben langzaam al een beetje een soort van lijstje aan het maken wat handig is om mee te nemen naar Rio. We hebben er net gespeeld en we spelen regelmatig toernooien waarin het extreem warm is. En dan hebben we nu weer een nieuw product van Powerbar en dat doen we dan in het water. Dat zorgt voor de mineralen en vitamine. Echt goede eiwitten zijn lastig te krijgen zonder de extra calorieën die je erbij krijgt. Dus je neemt wel echt voldoende supplementen mee, eiwitshakes, en eiwittenrepen en dat soort dingen. Om dan toch wel aan de goede eiwitten te kunnen komen. Ik neem nog wel vaak een grote zakken met noten mee. Nou, echt gezond is het niet, maar de hagelslag die gaat sowieso wel mee. Dat worden zeker verschillende sportdranken. Maar ik ga ook wel zorgen voor eigen muesli, eiwitrepen, eiwitshakes, dat soort dingen. Zodat ik in ieder geval qua herstel genoeg bij me heb. Het aanbod is ongelooflijk. De eerste dag dat je daar komt, dan neem je gewoon alles goed in je op. Je doet een rondje, kijken wat het allemaal is. Het is echt heel bijzonder om daar te zijn. En dan moet je eigenlijk heel bewust zijn van, goh, waar ga ik uiteindelijk in de aankomende dagen allemaal langs. Dat werd ons ook wel gezegd, van ga niet opeens iets extreem pittigs eten de avond voor je wedstrijd als je dat niet gewend bent. Het gevaar is dat je gewoon te veel eet. Ik heb echt bewust wel, vooral voor mijn wedstrijd, echt zo normaal mogelijk gegeten. Je weet gewoon heel goed wat je nodig hebt en waar de behoefte aan is, zeg maar. Na een zware dag heb je misschien iets meer koolhydraten, sowieso altijd voldoende eiwitten. En ik denk dat sporters daar heel erg in getraind zijn. En dat maakt het ook een stuk makkelijker om op te scheppen s'avonds. Altijd voor toernooien wordt er toch wel voornamelijk de belangrijkste regel van handen wassen voor het eten. En mijn ervaring met Londen was ook dat daar in de eetzaal ook verschillende, echt om een paar meter zo'n desinfectieapparaatje stond. Standaard is de voedsel en veiligheid altijd wel belangrijk, maar ik denk dat het echt een bijzonder aandachtspunt is voor Rio. Het kraanwater kan je daar niet drinken. Ja, ik zorg er eigenlijk voor dat ik de goede supplementen daarvoor gebruik. Zink, vitamine C, vitamine D en de probiotica. In yoghurt zit toch duidelijk minder eiwit in, heb ik begrepen. Dus wij nemen voor het herstel gewoon veel kwark en dan vrij snel na de training. Oké, nou, een van de oplossingen voor je ontbijt wordt door Capida aangedragen. Dat is nu de kwark met veel eiwitten. Dus dat lost één probleem op. Als je net zulke spieren wil als Epke, kan je deze nemen.